44. Zij rijden hier voor de en dan gaat hij op dit moment aan kop van de wedstrijd. De nummer 44, Harmayal. Henk-Jan Altena op kop voor zijn eigen thuispubliek. De tranen over de wangen bij het publiek. De lokale helden vooraan in dit geweld. René Krabbenborg op plaats 3 en dan op tweede plaats Arie Menseling. En dat is het natuurlijk Henk-Jan Altena. En al die mensen die hier achter de deur zitten, maar nou moet hij weg. Met nog 5 ronden mensen. Henk-Jan Altena. En dan komt de René Krabbenborg. En dan onder nummer 15 is de wielertje van Rijnmaken. Dan komt al de eerste en andere naveren van de nationale kampioen van afgelopen jaar. Hart. Ja, dan komt René Krabbenborg aan. Terwijl Henk-Jan Altena ontketen hier lijkt. Op zijn eigen thuiswedstrijd. Gaat René Krabbenborg. Gaat misschien wel een route in het leven gooien. Dezelfde route die we tegenkomen op onze prachtige 10e plaats. Die nog steeds boven op de 44 rijdt. Op de eerste plaats. De longblaasjes staan op scheuren. Het zwarte brood wordt gegeten. Want de nummer 44 als een blitse ballerina. Duikt hier vandaag voorbij de eerste achterblijven. De longblaas is scheuren. En het rubber bijt in de Friese bodem. Er staat geen maat op Henk-Jan Altena lijken. René Krabbenborg op gepaste afstand voor de tweede plaats. Een 10,1 lengte voorsprong dus voor Henk-Jan Altena. Terwijl de strijd om de derde plaats vooruit gevolgd en tegen een tiende haaskaal. En natuurlijk Arie Menseling. De trots van Tengje op dit moment nog steeds aan de leiding in deze maat. Op een geweldige wijze met nog 3 ronden wedstrijd. En dan moeten we natuurlijk afwachten zo dadelijk wat er staat te gebeuren. Want in de bocht in de Zuidbocht is de nummer 88 stilgevallen. En hij wordt nu weer opgepakt. De nummer 10 wordt nu opgepakt weer door Harm. Ja, en de 44. Het publiek staat op de banken. Heb je geen bank? Haal er een op. Want wat heeft een auto laat zien? Dat lijkt me toch een sterk staaltje. Kom bij een racer. Hij is een verzenuwde baas. En René Krabbenborg kan niet zijn handen doen. Kan naar de achterkant kijken. Van Henk-Jan Altena. Het verschil tussen René Krabbenborg en Michel Brunnekreef. We droegen vooraan van deze wedstrijders 2 punten. Zij vechten op de derde positie. En u weet het, de mannen onder nummer 8 hadden ze juist 16 punten kunnen bijschrijven. René op dit moment schrijft ook weer 16 punten bij. Maar hij komt niet naderbij. Bij de trots van Tenje, Henk-Jan Altena. En Henk-Jan Altena laat nog één keer aan het publiek zien hoeveel vermogen zijn combijn vandaag heeft. Ongelooflijk, een halve baan voorsprong. En toch laat de machine niet in de streep raken. Dat is natuurlijk de vraag bij deze ontketende Henk-Jan. En dan de nummer 24, dat zijn de mannen van de Rooi, van de vechters van de Veluwe. De prachtige outillere machine duikt hier de grachtengordel in het Venetië van het noorden. Hij pakt hier een aantal punten, blaast voor bij René Krabbenborg. Het lijkt erop dat de machine van René niet optimaal is. Oh, het lijkt hier toch mis te gaan. Henk-Jan Altena botst tegen een achterlichter op. Hij maakt het nog spannend, maar hij heeft zijn tempo weer gevonden, lijkt het. Maar, hij komt weer in de greppel. Gaat dit goed? Worden de punten weer gehaald? René Krabbenborg loert natuurlijk op Henk-Jan. En dan komt de nummer 24 op dit moment op P2, maar nog steeds aan de leiding op dit moment de nummer 44, de trots van Tenje. En hij heeft nog 210 meter te gaan. En met zwart in de doek. En dan kijk je naar Klaas-Jan van der Krieken. Hij kan bijna de zenuwen rode niet meer vlag. Gemaakt. Ik zie hier een rode vlag. We zien hier dat de lokale krijgen op dit moment een rode vlag is. We zien de duim omhoog. Het gaat goed, zie je het hier. Maar natuurlijk, de combijn heeft er een deukje bij. Tot in Harskamp, terwijl Henk-Jan Altena daar stil staat. Dat is hier een duwen en trekken. Hoe gaat het hier? Oh, het is Harskamp hier in de greppelaak. En het is Henk-Jan Altena die toch weer de toppositie overneemt. Henk-Jan Altena
pilotteert een trustbom, Senior de Met. 18, 28, 38 meter voorsprong. En hij slaat er van tussen. Als een ongeslagen 16 piloot. Als een briesende betonmixer. En dan is het de rooi. En dan duiken ze zo dadelijk. Hier door het zwart binnen de doek. De wind spinneert zijn eerste. Eerste maas, tweede serie. Het gaat naar Friesland. En Jan. Op PD in het spleetje de rooi. René Kranenborg. En dat betekent dat hij op dit moment weer een aantal punten is teruggevallen. Gerwin Vos inmiddels ook binnen. Dan wachten we nu op het gele geweld die er even 21 heeft verschakeld. En dan de Vosbos machines in de blauwe machine. Probeert in de nummer 55 nog even in te gaan halen op de laatste meter. En dan komt hij hier als een en laatste binnen. En het is fantastisch, jongens. Wat een spektakel. De mannen ook onder nummer 25. Een oude machine, ooit uit het Drentse land.